zanger en taalkunstenaar Dr. Anders P. is overleden. Trojka hier, trojka daar. Doe het zelf met naald en schaar. Trojka hier, trojka daar. Is dat nu niet wonderbaar? En verder in het nieuws vandaag. Marokkaanse imams in Nederland om hier radicalisering te bestrijden. En nieuwe maatregelen tegen migranten rond de kanaaltunnel. Goedenavond. Een inspiratie voor velen. Van Jan Rot, Erik van Muiswinkel tot Lucky Fons de Derde en de jeugd van tegenwoordig. Dr. Anders P., Heinz Herman Poltzer voor Intimi. Hij is overleden, 95 jaar. Dr. Anders P. was tekstschrijver, zanger en cabaretier en werd vooral bekend in de jaren 70 en 80. Met liedjes als Veerpont, Het Trapportaal en Dode Rit. Op een heerlijke zaterdagavond in juni vol geuren en vogelgepiep, piep, 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 was ze weer eens alleen aan de wandel gegaan langs het lieflijke Winschoterdiep. Dr. Anders P., zonder punt achter de P., heette eigenlijk Heinz Herman Poltzer. Hij werd in 1919 geboren in Zwitserland, kwam op zijn derde met zijn Nederlandse moeder naar Nederland, maar is altijd Zwitser gebleven. Een Nederlandstalige Zwitser. Nederlands is een prachtige taal. Een zeer rijke en, alles gezegd, zeer wendzame taal. In 1965 komt Dr. Anders P. voor het eerst op televisie, bij Willem Duis. Er ligt alweer een juffrouw in het rapportaal, die onnatuurlijk om het leven is gekomen. Het grote publiek leert Dr. Anders P. kennen als de zanger met de krakende stem en de nogal melige, maar altijd perfect rijmende liedteksten. De oever waar we niet zijn, noemen wij de overkant. Die wordt dan deze kant, zodra we daar zijn aangeland. Heen en weer, heen en weer, heen en weer, heen en weer. Poëzie met een vette knipoog en zwarte humor, daar hield Dr. Anders P. van. De achtste mei jongsleden maakten wij een mooie tocht, die reuze leuk verlopen is en die er wezen mocht. Over aimabele mensen en booswichten schreef hij de meest absurde gedichten. Hij schuwde geen enkel taalkundig idee. Zijn naam was Dr. Anders P. Ja, een oud en jong liep weg met Dr. Anders P. Tekstschrijver en cabaretier Ivo de Wijs, die jarenlang met hem samenwerkte. Maar ook Pepijn Lane van de jeugd van tegenwoordig. Mijn moeder was altijd groot fan, dus vanuit daar ken ik een piepklein gedeelte van zijn werk. Ja. Wat sprak je erin aan? Ja, alles eigenlijk. De manier waarop het in elkaar stak en de aandacht voor detail en ook de bijzondere enthousiasme en vreugde in het gebruik van taal. Ik denk dat hij kende op geen enkele manier zijn gelijken daarin. Hij was natuurlijk heel opvallend door zijn taalgebruik. Dat zal ik ook ontzettend missen. Dus hij zei altijd, Ivo, waar kan ik hier het sanitair bezichtigen? En hij zei, als je vroeg, wil je koffie? Dan zei hij, nee, ik zou toch liever een snuisterij gebruiken. Ergens een soort DNA-voorvader van Nederlandstalige rap in de zin van mensen inspireren om zo origineel mogelijk met taal om te vliegen, dat zeker. Ik denk hem met droefenis, met dankbaarheid en nog altijd met bewondering. Ja. Tientallen imams uit Marokko zijn vanavond op Schiphol aangekomen. Ze willen hier de radicalisering aanpakken. Tijdens de Ramadan, die volgende week begint, gaan ze langs bij moskeeën. Ze zijn gestuurd door Marokko, dat bezig is met een groot offensief tegen de radicalisering van moslims. Zo is er in Rabat een nieuw instituut gekomen waar imams les krijgen in de moderne islam. In de universiteitswijk van de hoofdstad Rabat staat dit pas geopende imaminstituut. 780 moslimgeestelijken uit Europa en Afrika krijgen hier bijscholing. Dit zijn imams uit Guinea. Ze volgen een college islamitische geschiedenis. Ook vrouwen volgen de lessen. Marokko wil zo de gematigde islam verspreiden om vanuit het geloof tegenwicht te bieden tegen radicalisering en terrorisme. De meeste moslims in Marokko zien radicalisering als een groot probleem.
Meer dan 1300 Syriëgangers zijn hier vandaan vertrokken. En bijna wekelijks worden terreurverdachten opgepakt. Op het instituut zijn op dit moment vooral veel Afrikaanse cursisten. Maar deze imam komt uit het Franse Lille. On a des jeunes, je connais des jeunes qui partent en Arabie Saoudite ou au Pakistan et tout ça pour apprendre la religion. Mais ce qu'ils apprennent, c'est pas compatible avec l'Europe. Alors qu'ici, on apprend la religion qui est presque compatible avec tout ce qu'on apprend en Europe. Ook België en Duitsland overwegen om imams hier naartoe te sturen. Marokko wil een belangrijke rol spelen in het tegengaan van radicalisering. Dat is ook de reden dat ze dit instituut hebben gebouwd. En daarom sturen ze ook meer dan 50 imams naar Nederland. Je kunt je alleen afvragen wat die imams kunnen uitrichten als ze de Nederlandse taal niet spreken en de Nederlandse cultuur niet kennen. Ook de directeur heeft hierover zijn twijfels. الإمام أو الخطيب الواعد الذي يذهب مثلا إلى رواندا ولا يعرف يعني واقع هذا البلد لا يمكن أن ينجح في مهامه فإرسال طلبة من الغرب إلى المعهد للتكوين سيكون أفضل. Zowel het instituut als de reis van imams naar Nederland worden door de Marokkaanse overheid betaald. Critici waarschuwen dat Marokko op deze manier nog meer invloed wil uitoefenen op Marokkanen in het buitenland. De backpacker die samen met vier anderen een naaktfoto maakte op een Maleisische berg is terug. De foto veroorzaakte een enorme rel omdat die gemaakt was op de berg Kinabalu. Die berg is voor Maleisiërs heilig. Na een paar dagen cel en een geldboete van €1200 kwam Dylan Snel vanmorgen aan op Schiphol. Heb je de afgelopen dagen beleefd? Absoluut heel veel spannend, heel erg stress en een hele aparte ervaring, dat zeker weten. Natuurlijk heb ik spijt. Het was nooit de intentie mensen boos te maken en dat heb ik nooit gewild. Natuurlijk vind ik dat dan vervelend dat mensen dat zo beleven. Wat ga je nu doen? Naar huis. Douchen. De president van Sudan, Bashir, mag Zuid-Afrika niet uit. Hij is daar voor een top van de Afrikaanse Unie. Het internationaal strafhof in Den Haag heeft om zijn uitlevering gevraagd. Ze verdenken hem van volkerenmoord. Vanochtend was Bashir nog bij het moment van de gezamenlijke foto. Een rechtbank heeft nu besloten dat hij het land niet uit mag, totdat bepaald is of hij wordt uitgeleverd aan het strafhof. Dat is trouwens maar de vraag. De Zuid-Afrikaanse regeringspartij, ANC, vindt het strafhof niet meer zinvol, lieten ze vanmiddag weten. Het overleg in Brussel tussen de Europese Commissie en Griekenland is zonder resultaat afgebroken. Commissievoorzitter Juncker probeerde dit weekend alsnog tot een akkoord te komen met Griekenland over een nieuwe lening, maar dat is dus mislukt. Donderdag overlegt de Eurogroep opnieuw over Griekenland. En de Europese komeetlander Philae geeft weer gegevens door naar aarde. Sinds 7 maanden lang was het stil vanaf de komeet 67P. Maar de komeet komt steeds dichter bij de zon. En daardoor kan de lander met zijn zonnepanelen de batterij weer opladen. En ruimtevaartorganisatie ESA verwacht de komende dagen nieuwe onderzoeksgegevens te ontvangen van Philae. Het is de kortste oversteek van het Europese vasteland naar Engeland. De Eurotunnel van Calais naar Dover. Maar rond de Franse havenplaats verblijven duizenden vluchtelingen die als verstekeling op vrachtwagens de overkant proberen te bereiken. Daarom rijden Nederlandse chauffeurs liever niet via de kanaaltunnel. De exploitant van de tunnel gaat nu extra veiligheidsmaatregelen nemen. Maar of die het probleem gaan oplossen? Hopeloos. Dus, op het moment is het heel ernstig. Dat ze bestormen de boten, ze bestormen de treinen. Ja, je bent gewoon niet meer veilig. Hij heeft de mooiste baan ter wereld, vindt hij. Behalve als hij naar Engeland moet via de kanaaltunnel. Vanuit Oegstgeest rijdt Niels de Bruin 2 keer per week naar Calais. In België controleert hij zijn wagen voor de laatste keer. Nou, na het laden wordt de trailer voorzien van een degelijk hangslot en een zegeltje. Nou, dan gaan we kijken of ze op de laadklep liggen. Eventueel nog op de assen kunnen ze gaan liggen. Ze kunnen in de palletkisten gaan zitten. Ik wil ook nog wel eens tussen het dak van de trekker en de trailer kruipen. En dat zijn allemaal dingen die we elke keer weer moeten checken als we gestopt zijn onderweg. Voor de pauzes. Nou, ik stop niet meer onderweg. Alle parkeerplaatsen zijn afgesloten door middel van palen, dat we er niet meer kunnen staan. Omdat ze er op dat soort parkeerplaatsen eronder gaan kruipen. Als ze langs de weg lopen gebeurt er niks. Ze staan je aan te kijken, ze staan dreigementen te maken. Nou, daar is nogal mee te leven, maar op het moment dat je bij de trein zelf staat en je moet stilstaan op de snelweg omdat er gewoon te druk is bij de Eurotunnel, ja, dan sta je midden op de snelweg stil en dan lopen er gewoon 30, 40 man langs je auto om te kijken of ze mee kunnen springen.
En dan zit je niet lekker. Daarachter in de bosjes zitten ze. Daar leggen ze op het viaduct. Nou rijdt het lekker door. Nou heb je geen opstoppingen. Maar normaal sta je hier op de snelweg al aan te sluiten. En dan ben je gewoon de sjaak. In allerijl worden nu bij de kanaaltunnel maatregelen genomen. Er komen 400 bewaakte parkeerplaatsen bij bovenop de huidige 580. Rond het terrein komen op sommige plaatsen 4 rijen met hekken. Het buitenste is niet door te knippen. Er worden honden ingezet en op het terrein wordt een parcours aangelegd van 18 kilometer lang om te voorkomen dat chauffeurs stil komen te staan. Er zijn nu al röntgencamera's, apparatuur om een hartslag aan boord te detecteren, CO2-meters en warmtecamera's. Als het hier niet meer te kan, dan gaan ze het zeker ergens anders proberen. Het probleem gaat zich verschuiven. Waarheen dan? Andere havens, Duinkerken, Hoek van Holland misschien wel. Ze gaan het zeker proberen. De aanpassingen bij de kanaaltunnel moeten binnen 2 maanden klaar zijn. De slag bij Waterloo dan, 1815, donderdag 200 jaar geleden. In België maken ze zich op voor een grote herdenking, waar ook koning Willem-Alexander en koningin Maxima naartoe gaan. De afgelopen dagen is er nogal wat ophef over die herdenking. Vooral de Fransen zijn niet enthousiast. De grote slag is pas over een paar dagen, maar het 27e bataljon jagers is nu al druk met de voorbereidingen. Wij gaan proberen de Fransman uit ons land te verdrijven. En daar hebben we al onze macht voor nodig. Rechts, op! 1500 acteurs zijn dit weekend al begonnen. Hollanders, Belgen, Pruisen, Britten, Fransen natuurlijk. Donderdag zullen ze met 8000 zijn om een van de meest legendarische veldslagen ooit na te spelen. Die van Waterloo, voor maar liefst 200.000 bezoekers. De herdenking hier donderdag wordt een gigantisch spektakel, maar ligt politiek ook wel gevoelig. Met name in Frankrijk, het verliezende land. De Franse president Hollande was uitgenodigd, maar weigert te komen. Frankrijk probeerde zelfs een officiële herdenkingsmunt te verbieden. Die Franse gevoeligheid, daar stuitte ook Guilhem Bellemans op, de ontwerper van het nieuwe museum in Waterloo. Hij wil vooral aandacht voor de echte overwinnaars. Dus vroeger was het Waterloo-verhaal een Frans verhaal met een glorie van Napoleon. Vandaar dat heel veel mensen denken dat Napoleon de slag bij Waterloo heeft gewonnen. Niet zo dus. Het zijn de geallieerde legers. Hier zien we de Pruisen die een belangrijke rol hebben gespeeld. Maar ook de Nederlanders, het Belgisch-Nederlands leger heeft een cruciale rol gespeeld in de slag bij Waterloo. Fransen worden daar niet graag aan herinnerd. We hebben dat gemerkt aan collectiestukken die gevraagd werden, die niet kwamen. Ceremonies, plechtige bijeenkomsten, persconferenties. Fransen praten niet graag over de nederlaag die ze in Waterloo hebben opgelopen. Maar daar denkt de hoofdrolspeler nu uiteraard nog heel anders over. Qu'est-ce qui vous dit que je vais la perdre? Non, non, attendez voir, on verra bien. Bonne chance. Merci. En dan voordat we naar het weer bij ons gaan, opmerkelijke beelden uit Georgië. Daar was de afgelopen dagen noodweer. 12 mensen kwamen om het leven en de dierentuin in de hoofdstad Tbilisi had het zwaar te verduren. Een nijlpaard op straat en een beer op de airco, midden in Tbilisi. De hekken en hokken in de dierentuin waren niet bestand tegen de enorme vloedstroom. Met als gevolg dat een flink aantal dieren kon ontsnappen. Niet alleen dat nijlpaard, ook tijgers, leeuwen, wolven en een krokodil gingen er vandoor. En wie niet weg kon komen of niet kon zwemmen, die verdronk. De meeste dieren zijn inmiddels weer gevangen. Toch wordt alle inwoners van Tbilisi aangeraden om voorlopig binnen te blijven. Ja, dan gaan we naar Gerrit. Daar natuurlijk veel regen, hier zo goed als droog. Hè? Blijft dat zo? Ja, dat blijft inderdaad zo. Het was vandaag overigens geen helemaal droge dag. In het noorden van het land is wat regen gevallen. Gaan we zo eventjes zien. Maar dit is het beeld wat op veel plaatsen heerste. Veel bewolking. Mensen zaten met jas aan op het terras. Dit was dan in Zandvoort. Maar dat was op veel plaatsen het geval. Maar in het zuiden van het land, daar was het juist mooi weer. Met veel zon, dan werd het zo'n 23 graden. Terwijl het in het noorden, onder de bewolking, maar zo'n graad of 14 werd. En daar viel ook wat regen en dat is nog steeds het geval. Wat motregen, dat zien we op de radar voorbij trekken. Hier vooral in het noorden van het land. En die bewolking en die neerslag die komt ook een beetje verder naar het zuiden toe. En dat betekent dat het vannacht vanuit het noorden wat gaat opklaren. Daardoor wordt het ook vrij koud in Groningen, een graad of 5. Maar in het midden van het land kan het nog een hele tijd bewolkt zijn en daar is ook een kleine kans op wat motregen. In het zuiden zo'n 11 à 12 graden. En dan morgen, dan hebben we toch wel weer wat zon.
Er kunnen vanuit het noorden wat wolkenvelden overtrekken. De meeste zon in het zuidoosten van het land. 15 graden op Terschelling tot 20 graden bij Maastricht. Nog steeds aan de frisse kant. Dat blijft dan daarna ook nog even zo. Dinsdag hebben we ook zo'n dag, maar daarna gaan de temperaturen wat omhoog. Misschien donderdag een enkel buitje. Stelt niet veel voor. Voorlopig blijft het droog. En dan nog een absoluut hoogstandje van de zanger van John Coffey tijdens een optreden van de Utrechtse band op Pinkpop. Tijdens het crowdsurfen, wat op zichzelf al lastig is, vangt de zanger met één hand een biertje. Nog één keertje dan. En dit was het NOS Journaal met als belangrijkste nieuws. Dr. Hannes P. is overleden. De zanger, tekstschrijver en cabaretier was 95 jaar. Om 10:50 vanavond is er nog een speciaal in memoriam gewijd aan Dr. Hannes P. op NPO 2. En daarvoor natuurlijk Nieuwsuur om 10:00. Fijne avond.